Beste luisteraars, we gaan verder met het programma Wist u dat op deze woensdagmorgen. En we hebben nu aan de telefoon de heer Edward Belfort, DNA-lid in Suriname. Meneer Belfort, goedemorgen. Ach, goedemorgen, mijn botsel. Goedemorgen, luisteraars. Tamsko Masomitaan vanuit Zondag Paramaribo. Ja, ik heb begrepen dat de president die ruim een week in Nederland was, weer teruggekeerd is in Paramaribo. Wat heeft hij over zijn reis verteld? Nou, gisteren, dinsdag, was er een openbare vergadering in het parlement. En we hebben niet gezien dat de president daar is gekomen om tegen uitleg te geven. Alles wat we hebben vernomen is vanuit de media, wat jammer is eigenlijk. Hè? Omdat de president in het parlement moet zijn om tegen uitleg te geven. Kort voor die vertrok had ik ook nog enkele vragen gesteld. Betrekking hebbende op de invallen in Nederland daar bij Syriëns. En de president meende het om eigenlijk geen antwoord te geven. Maar een, zeg maar, het parlement is schofferen. En gisteren heb ik mijn zeggen gedaan. Ik heb de voorzitter van het parlement gevraagd om te waken dat het niveau van het parlement niet de grabbel wordt gegooid. Maar dat wanneer de president daar komt, dat hij conform artikel 90, lid 2 van de grondwet, tekst en uitleg geeft omtrent brandende vraagstukken, zaken die bij de gemeenschap leven. En dat de voorzitter waakt dat de president geen andere dingen doet dan antwoorden geven op vragen. En ik kreeg dus bijval van ondersteuning van het lid Bouva ook. Dus we kijken uit naar die antwoorden nog steeds, hè, die vragen die gesteld zijn. Maar de president heeft eigenlijk niet in het parlement medegedeeld betreffende zijn onderzoekingen in Nederland. Daar hebben we eigenlijk niets van gemerkt in het parlement. Ja, ja. Dus hij heeft daar helemaal niks over gezegd. En hij heeft ook geen persconferentie gegeven. Nou, alles wat wij horen is vanuit de media. Eigenlijk dient de president in het parlement te zijn. Ook als hij een persconferentie geeft. Je moet in het parlement zijn. Daar is het feest van het volk. Maar niet aan een persconferentie. Omdat er eigenlijk staatsmiddelen worden gebruikt om die reis te bekostigen, om onderzoekingen te doen en misschien ook mogelijk de veiligheid te bekostigen. En dan moet hij dus verantwoording komen afleggen in het feest van het volk. Maar niet aan een persconferentie en dan naar een verklaring van hem van hij is kerngezond volgend moment om daar shoppen in een Hugo Boss shop in Nederland. We weten niet wat de president is gaan doen. Ja, en hij heeft ook, ja, trouwens, hij heeft niks gezegd over zijn reis naar Nederland, dus hij zal ook wel niets gezegd hebben over zijn onderzoekingen in het ziekenhuis, zoals het is voorgesteld. Nee, niets daarover. Nee. Maar goed, laten we het even hebben over andere zaken die spelen, want een van de ernstige zaken die ik vernomen heb de laatste dagen, dat is dat de radeloosheid bij het volk zodanig toeneemt dat met name, heb ik begrepen, zo'n 3 vrouwen het leven hebben gelaten door zichzelf over de Bosjebrug, bij de Bosbrug in Paramaribo, te storten. En ergens in een district, heb ik begrepen. Wat kunt u ons hierover vertellen? Nou is het zo dat een auto met draaiende motor vorige week op de Weidenbosbrug werd aangetroffen. En de politie vermoedt dus dat die persoon, de bestuurder, in het water was gesprongen. En op eerste paasdag is het lijk van een jonge vrouw, een 23-jarige vrouw, die als vermist was opgegeven bij de politie, opgevist uit de Suriname rivier. Die van die, de bestuurder, het bleek een vrouw te zijn.
ja, een bejaarde vrouw die dus ook in het water is gesprongen, kennelijk. Ja. Het lichaam is ook geborgen. En in Saramaka moet een meneer in de diepte zijn verdwenen toen hij is gaan zwemmen. Wat betreft al die zaken. U zei een meneer, dus dat... niet een mevrouw in het district? Nee, het is een meneer geweest. Althans, dat is uit het onderzoek gebleken dat het een meneer is. Het lichaam is op dit moment nog niet gevonden. Het is nog niet gevonden? Nee, dat van de Weidenbosbrug, dat kan voorkomen worden als de overheid daar veiligheidsmaatregelen treft. Zeg maar een metalen net, dan wel voorzieningen treft dat men niet meer kan springen over de brugleuning. Maar de brug gebouwd is in 2000. We leven nu 23 jaar verder. Die enkele overheid heeft daaraan gedacht om de veiligheidsmaatregelen te treffen, dat men niet over kan springen. Hè? Dus een soort beton of een metalen omheining. Ook dat men niet kan springen in de lengte van de brug. En dan besparen we zo levens. Maar makkelijk is het om te lopen over die brug en dan op een onbewaakt moment te springen of met een voertuig daar te komen. Voertuig achterlaten en springen. En dat daar kiest men voor heel vaak. Dat men daar auto's of met een bromfiets aantreft daar. En de bestuurder is spoorloos en laat Rotenwijk daar meters of wat kilometers verder uit het water gevist. Heel jammer. We hopen dat de regering, deze ofwel de komende regering daar maatregelen treft om zulke zaken te voorkomen. Ja, dus voorlopig doet men er helemaal niks aan. En de mensen die zeggen dat zij het niet meer zien zitten, die hebben gewoon de gelegenheid om over die brug te springen. En, die lening van die brug is op barshoogte. Het is makkelijk om erover te springen. Vroeger was ik elke zaterdagochtend op de brug. Daar treden ik rende over die brug. Maar het verkeer is heel erg intensief geworden. Dus, en het is ook gevallen voor trimmers. Dus nu vermijd ik die brug. Dus heel erg druk op de brug nu. Ja. Mensen die er dus niet meer zien zitten, die gewoon over de brug springen, die ene meneer in het district, Paramaka zei u? Die moet eigenlijk bij een moment van zwemmen in de diepte zijn verdwenen, althans dat is het bericht. Maar de zelfdoding vanaf deze regering is aangetreden, is schrikbarend toegenomen. Jeetje. Ja, op allerlei manieren maken mensen zichzelf van kant. Het is merkwaardig vanaf deze regering aangetreden. Zelfdoding is behoorlijk toegenomen. Kennelijk door de situatie in het land ook men niet meer zitten. Nee. Inmiddels gaat de prijs van de euro en ook de dollar ontzettend omhoog, heb ik begrepen. De Surinaamse dollar is bijna niks meer waard. Het is niks meer waard als je bedenkt dat 1 euro de magische grens het bereik van 40 SRD. Een dollar die leende al tegen de 38. Zoveel voor 1 US dollar. Dat betekent dat de verarming van het volk met de dag toeneemt. Hè? Je ziet gewoon dat je salaris eigenlijk met de dag waardelozer wordt. En dan wordt men radeloos, want je hebt schulden. Anderen hebben hypotheken gevestigd op hun woningen. En die moeten afgelost worden. Maar dat salaris wat je krijgt, neemt met de dag in waarde af. Op dit moment is één pak puntbrood van 8 van Fernandes kost 50 SRD. Een zak conscientierijs van
ongeveer 25 kilogram, is dicht bij de 1000 FRD. En dan ziet er naar uit dat deze goederen, die basisbehoeften zijn van de mens, verder in prijs zullen stijgen. De brandstofprijs is losgelaten, de subsidie is afgebouwd. En dat vindt een weerslag in de prijs van goederen en diensten in winkels. En overal ziet men de prijzen stijgen met de dag. Gisteren ging je naar de winkel om een prijs te verifiëren. Vandaag is het weer veranderd. Het is duurder geworden. En zo kun je dus echt geen planning maken. Je kan niet leven. Eigenlijk, jonge mensen die weg kunnen. En ook mensen al die boven de 35, 40 jaar, iedereen die weg kan, die verlaat het land. Verpleegsters gaan aan blok weg. Artsen, specialisten gaan ook aan blok weg. Eigenlijk verlaat men het land in grote getallen. En zodanig dat zelfs paspoorten niet genoeg zijn voor de mensen. Gaat men niet naar Europa, dan kiest men het Caribisch gebied, waar men rustig kan leven. Ja, het leven is eigenlijk moeilijker geworden voor de gewone man. Zelf de leerkracht, de politieman, die heeft het verschrikkelijk moeilijk op dit moment. Last dan een persoon die niet werkt, maar je leeft van de hossel. De hosselaars, die hebben het verschrikkelijk moeilijk, want ze leven van dag op dag. En ja, als ze geen kranten krijgen per dag, hebben ze geen inkomen. Komt erbij kijken, hun gezondheidszorg is, ja, ze zijn niet verzekerd. Vele van de mensen zijn niet verzekerd. En ja, je wil het niet, maar het gebeurt soms dat je dus naar de dokter moet. Wie betaalt de kosten? Als je naar de specialistische hulp gaat, ja, van het academisch ziekenhuis heb je geen dokterskaart, dan heb je een groot probleem. Dan word je daar gelaten, niemand kijkt naar jou. Moet je operatie ondergaan, moet je een scan maken, moet je betalen. En dat alles, ja, tegen de achtergrond van de neerwaartse economie van Suriname, stijging van goederen en diensten, waar vindt men het geld om een scan van, misschien moet je betalen, 1500 SRD voor een scan, waar vindt u dat geld, een hosselaar, waar vindt u dat geld, moet u misschien nog lichtkosten betalen in het ziekenhuis. Ja, je komt er gewoon niet uit. En de meeste mensen worden al wat overgelaten. Jammer. Jammer. Dit hadden we echt niet zien aankomen. En meneer Santoki, die had beterschap aan het volk beloofd. 200 dagen plan. Niets is gelukt. Zijn diaspora-kapitaal is niet meer aangekomen. Eigenlijk zit hij nu met de IMF op zijn maag, hè? En al 6 tranches heeft Suriname misgelopen. Suriname zit nu eigenlijk in grote problemen, financiële problemen. De banken, die je kan lening gaan zoeken bij de bank, maar hoe ga je terugbetalen? Ja, onderpand, dekking is er niet, of is er dekking, dan verliest jouw SRD met de dagwaarde, waardoor je eigenlijk de schuld niet meer kan aflossen. Vele mensen zitten met die problemen. Een auto die dus voor $100 per maand werd afgelost in 2020, waarbij $100, dan kan je zeggen 800 SRD los je af. Nu $100 is, laten we zeggen, 4000 SRD. Waar vindt de man, de gewone man, de leerkracht, de politieman, de militair, de verpleegster dat geld om de auto af te lossen? De auto is gewoon duurder geworden sinds meneer Santoki en zijn regering zijn aangetreden. Ja, de mensen zitten overhoop. En in wanhoop verlaat men het land. Ja, ja. Ik heb begrepen dat er zelfs een mediaoorlog op gang is gekomen in verband met die wisselkoers. Ja, dan zijn er verwijten van de regering richting de Centrale Bank van Suriname. De Centrale Bank kast de bal terug. En dat alles gebeurt in de media. En uiteindelijk is de minister van Buitenlandse Zaken die de vereniging van economisten de schuld probeert te geven van, ja, jullie leveren altijd kritiek, maar jullie komen niet met oplossingen. En de vereniging van economisten
heeft de minister van Buitenlandse Zaken, meneer Albert Lamdin, de spiegels voorgehouden. Die heeft hem in mooie bewoordingen duidelijk gemaakt, ja, dat eigenlijk die onvermogen, het onvermogen van u en uw regering om de financiële economische problematiek van ons land op te lossen, is daartoe geen goed excuus, zegt de fles. Ja, en ze hebben een uiteenzetting gegeven van vanaf deze regering is aangetreden, een aantal momenten geweest waarbij ze getoond hebben te willen helpen om Suriname op spoor te zetten. En dat is de regering geweest die dus verstek heeft laten gaan. Zelfs de president heeft afspraken gemaakt, de minister van Financiën. En ze zijn niet komen opdagen, waardoor nu ze de schuld willen schuiven in de schoenen van de VES, dan wel de Centrale Bank van Suriname. Dus een soort van anomie. Anomie-syndroom is nu bij de regering Santokki. Dat ze dus daarmee willen schermen van anomie. Het is de centrale bank, of het niet de centrale bank is, dan zijn het de banken. Zijn het niet de banken, dan is het de vereniging van economisten. Maar het is niet de regering Santokki. Het is wel de regering Santokki, ja. Maar Santokki heeft toch beloofd? Ja, ik heb begrepen dat de minister van Buitenlandse Zaken die verwijten gemaakt heeft aan VES, de Vereniging van Economisten in Suriname. Maar die hebben hem dus behoorlijk weer van repliek gediend. Ja. En de Vereniging van Economisten in Suriname vindt de opmerkingen gemaakt door minister Albert Lamdin van Buitenlandse Zaken, internationale betrekkingen, internationale zaken, zeer onterecht. En ze gaan verder zeggen, die antipathie jegens de VES, welke u in diverse meetings en publiekelijk laat horen, is uw goed recht. Het is het gebruik maken van verifieerbare onwaarheden, echter is een mens, en zeker een minister in dienst van de gemeenschap, niet toegestaan. Het overduidelijke onvermogen van u en de regering om de financieel-economische problematiek van ons land op te lossen, is daartoe geen goed excuus, zegt de VES in een open brief aan meneer Albert Lamdin. Dat was een vrij pittige brief. Ja. Dus, ik heb begrepen. En zo ziet u, ja? De schrijvers steeds de schuld in andere maatschappijen. Ja. Ik heb begrepen dat de president ook nog voor zijn vertrek naar Nederland had hij al een aantal maatregelen afgekondigd. En daarmee zou de koers weer dalen, had men gezegd. Nou, dat is een hoop geweest, maar ik kan zeggen, op dit moment werken geen van die maatregelen. Een van ze was dat mensen niet meer valuta kan betrekken bij de banken, dan wel de cambio's. Ik kan niet zeggen, ik heb het gedemonstreerd. Ik ben bij een cambio geweest, ik zal de naam maar niet noemen. En die verkocht gewoon 100 US. Valuta werd gewoon verkocht. En die cambio-eigenaar zegt, maar nou of de materiaal verstaat ik in Europa. Ik stuur me niet eraan, ik verkoop mijn valuta gewoon. Ja, en dat is het. Ik ook getoond dat niet zou werken. Ik heb het in praktijk gebracht. Ik ben gaan kijken en ik heb gekocht om te tonen dat het niet werkt. En dat is langer dan een week dat die maatregelen van kracht zijn geworden. Ja, niemand houdt zich daaraan, omdat meneer Santokki eigenlijk liever schrijft in nieuwe verkiezingen. Dat is het beste, want het volk wil hem niet meer. Eigenlijk, geen enkele persoon in Suriname wil meneer Santokki of de vicepresident of de regering. Men wil af van deze regering. Ja? En ze ontwijken steeds de mensen, ze ontwijken discussies. Een van ze was bijvoorbeeld afgelopen week was ik bij Lim FM op de radio. De VP ziet kans om daar te bellen, om te zeggen, gewoon in te breken in het interview dat ik daar afstond. Ik gaf aan dat de vicepresident voorzitter is van de Raad van Ministers en met alles bekend is. Ja, besluiten worden daar genomen.
En hij belt en zegt, ja, wat ik daar zeg, klopt. Maar wanneer hij een RCM heeft belegd, diezelfde dag, belegt de president dan een regeringsvergadering. Betekent, je bent onder curatiele gesteld. Ja, meneer Santok heeft de vicepresident onder curatiele gesteld, omdat de vicepresident het vermogen mist om een RVM in goede banen te leiden. En dat had ik hem al lang voor gehoord toen hij voornemens was om het ambt van minister van vicepresident te gaan bekleden. Hij wilde mij niet geloven, hij heeft zelf bevestigd in zo'n interview. Dus zo knap is hij om te bellen dat wat ik hem toen in 2020 had voorgehouden, te bevestigen. Ja, je belegt als vicepresident een RVM. Diezelfde dag, enkele uren daarna, belegt de president een regeringsvergadering. Wat voor zin heeft jouw besluit dat je genomen hebt bij RVM? Omdat de ministers, ze zeggen het niet, ze weten dat de vicepresident de capaciteit mist om een RVM te leiden. Ja? En daarom belegt de president een regeringsvergadering daarna. Om te tonen dat die man niet capabel is om die functie te bekleden. Hè? Hij zegt het zelf en je hoort ook aan zijn praten, zijn uitleg, alles leidt erop dat Suriname voor het eerst zo ver is gezakt dat we op dit niveau zijn beland om iemand die eigenlijk de capaciteit te mist als je zijn president te hebben. En de wereld ziet dat ook. Men komt hier, men gaat niet naar hem. Ja? Maar ja, zijn een paar loyalisten die geld van hem krijgen, die juichen hem toe. Maar het gros van Suriname, die vindt het jammer dat we zo met zo iemand opgescheept zitten. Ja, ja. Wat nu verder? Want ja, het is elke week weer min of meer hetzelfde. Maar wat denkt u wel tenslotte? Hoe moet dit nou verder gaan? Ik heb trouwens ook een bericht gehoord dat de beweging van meneer van meneer Samson tenminste verschillende uitnodigingen heeft gekregen om te praten met allerlei politici die toch wel iets zien in die nieuwe beweging van hem. Ja, dus dat is zo. De mensen bellen mij, ook vele mensen bellen mij. En ik verwijs naar die organisatie die een oprichting is. Omdat, net wat ik je zei, men wil iets nieuws hebben. Ja? En dwars door politiek. Al bent u van de NDP, VAP of NPS. Ja, u hebt capaciteit, u hebt kennis. Ook al bent u in het buitenland. Kunt u een bijdrage leveren? Suriname staat nu echt letterlijk op het kruispunt om door te gaan met vernietiging van het land of af te rekenen, ja, na bijna 70 jaar onafhankelijkheid, met alles wat slecht is en een nieuwe weg op te gaan. En die organisatie is een oprichting. Zaken zijn al gefinaliseerd, gestuurd naar de autoriteiten. En meneer Guillermo Samson en zijn groep hebben het heel erg druk. Partijen bellen, mensen bellen, individueel bellen in Suriname, buiten Suriname ook. Zelfs helemaal in Amerika bellen om steun te betuigen, omdat dit is iets dat Suriname nodig heeft, ja, om het land op spoor te zetten. We hebben niets met geen enkele VHP'er, ook niet met geen enkele NDP'ers of NPS, waar dat ook ze zijn. We hebben Surinamers nodig die het hart op de juiste plek hebben om ons land uit deze blubber te halen. Jong en oud, man of vrouw, als u zeg maar kennis hebt van zaken, misschien van oil en gas, van scheepvaart, van luchtvaart, van noem maar op, dan bent u aan zet nu om te zeggen, ik kom uit deze partij, ik ben geleerd als zo'n partij, maar ik solliciteer naar die job. Ja, ik wil iets anders hebben, ja, dan dat de partij iemand zet daar die totaal geen kaas heeft gegeten van luchtvaart en we zakken verder weg. Of iemand zet op IBS die als verdachte is in een case en we zakken verder. Ja, we moeten nu all hands on deck zetten om Suriname uit deze blubber te halen en ik geef de mensen de garantie dat het goed zal komen,
als we alle kennis bijzetten, iedereen erbij betrekken, om te zeggen, jong en oud, door de politiek, door de religie, om te zeggen, het is ons land. Wij moeten opkomen voor ons land en wij gaan nu een nieuwe richting opgaan. Het is nog even wachten voordat die organisatie leven krijgt. En op het moment dat zo is, zal men een persconferentie beleggen. Het plan om Suriname uit deze situatie te halen is al helemaal beschreven. Maar wie moet die toestemming geven voor die organisatie om zich te kunnen manifesteren? De president moet tekenen. En zaken zijn al gestuurd naar de autoriteiten. Het is dus wachten. Vanaf december zijn die zaken daar gedeponeerd bij de autoriteiten. Ik weet niet of het al bij de president is beland, maar het is even wachten. Maar ondertussen is het plan er al om Suriname uit deze situatie te halen. Dat is er al, dat kan ik de mensen garanderen. En op het moment dat zaken getekend zijn, dan komt er een persconferentie. En vervolgens daarna zal er de hearings plaatsvinden. En op het moment de situatie richting verkiezingen nadert, zullen er PowerPoint-presentaties volgen. Stapsgewijs hoe wij uit deze situatie gaan komen. Wat de stappen zijn die genomen zullen worden. En hoe aan dat geld te komen om uit de situatie te komen op Suriname, op sport. Dus, dat hele plan is er al, dat kan ik u wel garanderen. En ook mogelijke mensen uit het buitenland die anderen zullen betrekken. Die zijn ook auspiciënteurs met die groep. Oké, goed. Meneer Belfort, we zijn gekomen aan het eind van dit gesprek. Ik wil u hartelijk dank zeggen. Ja? Ik dank de gelegenheid geboden. En we hopen dus dat alles heel snel gaat. En dat men uiteindelijk ziet van het kan anders en het moet anders. Om Suriname uiteindelijk de plaats te geven die er toekomt. Ja. Oké, nogmaals bedankt en tot de volgende keer. Ja, dank u wel.